De hotels die zijn dicht wegens corona. Maar er is één hotel dat toch open blijft en zelfs gratis luxueuze hotelkamers aanbiedt. En dat is, beste collega's, helaas Hotel Europa. Op de Canarische eilanden kwamen dit jaar al meer dan 20.000 illegale migranten toe. Dat is 10 keer meer dan vorig jaar en elke dag vertrekken nieuwe bootjes richting die Spaanse eilandengroep. En de Europese regelgeving, waar u zo graag mee schermt, meneer Medi, die helpt ons weer voor geen meter. Tegen de Dublin-verordening indienen die illegale migranten immers meestal geen asielaanvraag in, maar reizen ze gewoon door naar het Spaanse vasteland, van waaruit ze met het grootste gemak richting Noordwest-Europa gaan. Er ontstaat dus vlak voor onze ogen een nieuwe migratiehotspot. En ik heb daar, meneer de staatssecretaris, heel wat vragen bij. Ten eerste, heeft u er bij de Spaanse autoriteiten op aangedrongen een einde te maken aan de opvang in luxe hotels om zo het aanzuigeffect te verminderen? Ten tweede, volgens de Duitse en Spaanse veiligheidsdiensten worden de illegale migranten niet of onvoldoende gecontroleerd. Bent u bereid om zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en verstrengde controles in te voeren op de luchthavens? Ten derde, klopt het onthutsende bericht dat de uiterst linkse regering in Spanje vluchten financiert om deze illegale migranten te laten doorreizen naar Noordwest-Europese landen? En zo ja, heeft u tegen deze schandelijke gang van zaken protest aangetekend bij de Spaanse instanties? En dan, meneer Medi, mijn belangrijkste vraag. Het is heel waarschijnlijk dat de open grenzenlobby, en daartoe reken ik ook de extreem linkse eurocommissaris Ylva Johansson, binnenkort weer met het beproefde linkse riedeltje zal komen dat het een humanitaire noodzaak is om die illegale migranten vanuit de Canarische eilanden te relokeren naar Noordwest-Europa. En ik zie hier uw groene en rode Vivaldi-collega's al glunderen bij de gedachte om nog meer illegale migranten te importeren. Dus ik vraag aan u, meneer Medi, of u hier vandaag klaar en duidelijk dergelijke relocatie van illegale migranten van op de Canarische eilanden zal uitsluiten. Ja, meneer Medi, u bent nog maar enkele weken staatssecretaris, maar uw plaat die is helaas nu al grijs gedraaid. In plaats van op de Canarische eilanden illegale migranten met open armen te verwelkomen en hen, terwijl ze wachten op een doorreis naar een West-Europees land, naar keuze luxueuze hotelkamers aan te bieden, zou u, net zoals de Australiërs dat doen, klaar en duidelijk moeten zeggen tegen iedereen die illegaal Europa wil betreden: no way. You will not make Europe home. Als we dat niet dringend gaan doen, als we deze nieuwe illegale migratiegolf weer niet gaan tegenhouden, dan zal de komende bevolkingsexplosie in Afrika het einde betekenen van Europa. Ons land is vol. Ons continent is vol. Het is genoeg geweest.